De wedstrijd AGOVV tegen FC Dordrecht begint niet leuk voor het toch al in problemen zijnde AGOVV, de nummer 18 in de Jupiler League. Dit is de vijfde minuut en dan is het Mawuna Amevor die zijn allereerste doelpunt maakt in het betaalde voetbal. Tegen AGOVV dus. Het is niet een wedstrijd waarin AGOVV, de ploeg van Hans van Arem, kansloos is. Sterker nog, dit is vlak voor rust. En dan is het Dennis Kroonen met de hulp van keeper Stef Doudé die er 1-1 van maakt. En dan ga je dus lekker rusten, ook als je AGOVV bent. En zeker als je fan bent van de ploeg uit Apeldoorn. Tweede helft dan is een minuut oud. En daar is hij weer. Oh, Mawuna Amevor. Zijn tweede doelpunt in het betaalde voetbal. Wat een avond wordt het dan voor hem. Hier is iets raars aan de hand, want scheidsrechter Jeroen Abbing ziet hier, waarom weet niemand, een vrije trap in. Hij wordt gegeven, Doudé organiseert de muur en dan is het Troost die profiteert. Oi, oi, oi. Als de scheidsrechter dat terugziet, zal hij niet blij zijn met het feit dat hij op deze manier AGOVV helemaal terughelpt in het zadel. Toch loopt het dan uiteindelijk voor FC Dordrecht. Want hier is invaller Curiel met wat uiteindelijk de winnende treffer blijkt te zijn. AGOVV Dordrecht 2-3.